als je kijkt naar de samenwerking die we hebben gehad om tot een gevelconcept te komen. De samenwerking met Aberson, Celina en Renoval een heel belangrijke geweest. Met die partijen hebben wij die gevels geëngineerd en gekozen voor eigenlijk een Duits systeem. Met gebakken strips, dus keramische strips. Direct geplakt op isolatiemateriaal, om het even heel simpel uit te leggen. Het voordeel van dat systeem is dat doordat we dat allemaal in één hand uitbesteed hebben, dat we nu straks systeemgarantie kunnen geven. Ook daar waar het om gevels gaat, gevelelementen die straks 40 meter hoog zitten. En de rol van Aberson in dit project is geweest dat wij samen met de architect een drietal sorteringen en steenstrips ontwikkeld hebben. Die vervolgens op het systeem van Renoval zijn aangebracht op een prefabwand. En vervolgens zijn de elementen hier op de bouwplaats prefab naar boven gehezen en gemonteerd. Die Hauptaufgabe ist hier, die Prefab-Elemente mit Svaluwe Prefabs gemeinsam fertigzustellen. Was werkseitig passiert, es wird im Werk in Svaluwe unser Dämmsystem montiert, aufgebracht und als Fertigelement hier auf dem Bauplatz platziert. Deze manier geconditioneerd gevelelementen maken, ze worden hoog Svaluwe gemaakt, worden ze eigenlijk in een overdekte toestand, in een tent worden ze gebouwd. Dan worden ze na hier naar de bouwplaats toegebracht, gevoegd en al. Ja, dat is wel echt geweldig. Dat zorgt en voor een hoge bouwsnelheid en heel strak metselwerk.